twee wielrennen. De tweelingbroers Joop en Joep hebben een groot talent voor dans. Maar hun ouders houden ze binnen en behandelen ze als slaven. Hé hey Joop, we moeten vanavond dat stuk nog in studeren. Hè? Ja, dat moet vanavond af. Weet je hoe de move gaat op die derde tel? Ja. Ja, ik weet hem nog wel. Ik doe hem zo meteen wel even voor. Jongens, waar slaat het op? Het is al 1 uur en de plinten van de trap zijn nog niet afgestopt. Ja, maar ik dacht eerst dat we de woonkamer moesten. Niks jammer. Jullie zijn gewoon niet goed bezig. Jullie kunnen maar beter even meekomen, want het dans van gisteren staat er nog niet goed op. Oké, camera klaar? Ja. 3, 2, 1. Actie! Ja, en stop maar. Dit was hem niet, jongens. Doe nog maar een keer. Ja, dat wordt niks meer vandaag. Nee. Hebben jullie de nieuwe video van de tweeling al gezien? Dat is echt een ziek goede choreografie. Wow, die zijn moeilijk. Probeer het eens na te doen. Nou, dat lukt me niet. Wow, hebben die flikvlak gezien? Ja, zo geweldig. Ik wil echt graag net als hun zijn. Dat ze kunnen echt heel goed dansen. Wow! Oh, wat een sick move! Kom, gaan we thuis oefenen. Ja, vet. Ja, maar wie zou er nou in dat huis wonen? Je ziet er echt nooit iemand. Ik heb er wel eens 2 oudere mensen gezien. Je kan beter niet die kamer in gaan zonder gordijnen. Dat mag niet van pa en ma. Ja, ik moet toch de schoonmaakdoekjes pakken. En ja, ma en pa zijn er toch nooit eerder terug. Dus het maakt het uit. Ze komen er toch nooit achter. Hè? Volgens mij zie ik iemand. Dat lijkt wel. Joep van de tweeling. Wat is er gebeurd? Er waren kinderen buiten en het leek wel of ze hem kennen. En het was zo raar. Ik zei het toch, niet die kamer binnen gaan. Hé, dat is raar. Hij liep ineens weg. Ja, misschien schaamt hij zich. Ja, het leek alsof we hem niet mochten zien of zo. Ja, was echt heel raar. Nou, ik weet het ook niet hoor. Maar we hebben wel een goed verhaal voor in de klas. Kom jongens, anders hebben we het laat voor de gymles. Yeah. Ja. Juf, we waren gisteren bij het huis en toen zagen we opeens dat die tweeling daar woont. Ja, ze mogen niet eens naar school en ze mogen ook niet naar buiten. Dat is toch raar? Oh, dat wist ik niet. Dat is wel erg vreemd. Want wisten jullie dat ieder kind recht heeft op onderwijs? Nee, dat wisten we niet. Ja, er is een speciaal kinderrechtenverdrag van UNICEF. Ik zal het wel even laten zien. Kijk, daar staat het recht op onderwijs. Nou, als jullie echt denken dat de jongens gevaar lopen, misschien kunnen jullie dan wel UNICEF bellen. Ja, laten we dat gaan doen. Hallo, met Bert van de afdeling kinderrechten. Hallo, u spreekt met Rana van OBS de Kubus. Kent u de Joop en Joep van het YouTube-kanaal? Les Twins. Ja, volgens mij worden die thuis vastgehouden door hun ouders. En we weten het niet zeker, maar er zijn heel veel aanwijzingen voor. Nee, dat meen je niet. Die jongens van de YouTube-hit? Echt? Dan laat ik maar even snel een kijkje nemen, hoor. Zo, ga ik eruit stappen en dan kom jij... Wat doe je? Je weet dat het verboden is. Goeiedag, we hebben een speciale aanbieding voor u. We hebben een heel speciaal abonnement voor u. Nu voor maar €9,95.
Hé, hey, waarom zit jij niet op school? Ik mag geen vragen van onbekenden beantwoorden. Dit zijn jullie toch? Dat zijn wij. Hoe kom je daaraan? Ja, jullie hebben een YouTube-kanaal met miljoenen volgers. Jullie ouders verdienen daar waarschijnlijk heel veel geld mee. Wisten jullie trouwens dat het jullie recht is om naar school te gaan? Zodat jullie weer kunnen leren en spelen. Ja, en dat jullie niet door jullie ouders worden gebruikt. Een maand later in groep 7 van OBS De Kubus. Joop en Joep zijn overgeplaatst naar een pleeggezin en mogen eindelijk naar school. Ze hoeven niet meer schoon te maken, maar leren nu rekenen en schrijven. En hun klasgenootjes, die krijgen les in de topste dansmoves.